gaan naar de meeting, weet ik veel, bijeenkomst van de E-gulden. We gaan even kijken wat daar te beleven is. Jeroen, ben jij er ook mee? Slingers opgaan. Ja, de lucht is ook weer lekker volgesproeid. He, voor Prinsjesdag. Aan te bieden aan ons koning, namelijk zijn eigen eerste groet. Zou u dat willen doen? Ga ik niet doen. Ja, voor degenen die het interessant vinden om daar toch iets meer over te weten of te horen en er niet bij kunnen zijn, ja, dan daarom zijn wij er dus nu. Ik wil allereerst iedereen bedanken die hier naartoe is gekomen, want dat betekent wel wat. Ja, dus de stoet is al geweest gelukkig. Die poppenkast had ik sowieso niet hoeven zien. En wij gaan gewoon wandelen richting Sven. Waar is dat? Weet jullie het adres uit jullie hoofd, jongens? Was ook op de Lange Voorhout in Den Haag. Dus daar kun je ook heen als je wil. In verband met die lezing of uitleg van die nieuwe gulden. Het valt me wel op dat ik zie geen oranje vlaggetjes. Net zoals zie je, ik mis die oranje vlaggetjes. Ja, inderdaad. Normaal wappigen ze toch altijd met die oranje vlaggetjes? Huh? Nou, we moeten aan de overkant wezen. En hoe ga je hier ook zeker? Hier, gewoon kijken. Nou ja, de poppenkast hier gaat gewoon door. Ja, genoeg kijkers ook ervoor. Sorry voor de, Is wat, hè? Ja, dat gaan we gewoon vragen. Meneer, wij willen graag naar de overkant. En wat is de beste manier om nu naar de overkant te komen? Dag lieve mensen. Dag lieve mensen. Maar hoe is de beste manier? Nee, momenteel niet. Niet? Kan niet? Onmogelijk. Nee. Onmogelijk. Zodra de tocht voorbij is, gaan we ook met de hekken open en dan kunt u naar de overkant. Maar op dit moment is het eventjes... Ja, dankjewel. Nou, dat is mooi kut. We hebben een meeting aan de overkant en we kunnen dus niet naar de overkant. Dus je wordt eigenlijk bijna verplicht om naar die kutkoets te kijken. Nee, die komt nog een keer voorbij. Ja. Wat een toets. 1,2 miljoen hè, gaat kosten, hè? Even niet. Restaureren. Ah, joh, slavernij erop. Hey, wat is er aan de hand? Ja, goed, daar heb ik in ieder geval twee van, die willen daarvan legitimatiebewijs. In ieder geval één die wil zijn legitimatiebewijs niet geven. Sterker nog, die wil het is, niet mijn legitimatiebewijs, dus, Tim. Hey. Het is een ik kan kiezen om te gaan overgaan tot aanhouding. Ik heb je net twee keer uitgelegd waarom ik het zou willen hebben. Dus je bent ook staande gehouden bij deze. Ik word niet verdacht van een strafbaar feit. Dus, nou ja, wel als hij zich niet voldoet aan de legitimatiebewijs. Dat is geen strafbaar. Nee, dat is geen strafbaar feit, jongens. Hun willen gewoon ideeën hebben. Omdat hun bepaalde ideeën hebben of gedachten of verzinsels dat jij wel weet ik veel wat zou kunnen doen. En dat geeft hun het recht om jou je gegevens op te eisen. En doe je dat niet, dan word je gearresteerd. Dus zo geweldmonopolist, ontvoering, kidnapping, dat mag allemaal. En dat is gewoon normaal in Nederland. Wat is Gaia? Een geloofsovertuiging. Gaia, dat is moeder aarde. Moeder aarde, ja, maar de ID-kaart zeg maar. Ik heb hier geen, het is geen officieel document. Nee, dat klopt. Maar je hoeft naar een legitimatie en dit is de enige die ik bij heb. Heb je ook geen zorgpas bij je of iets? Nou, ze hebben in ieder geval een kaartje van Vitaliteiten. Kunnen ze leuke filmpjes kijken over eventueel corruptie van de banken en weet ik veel wat. Ik vind het niet normaal dat mensen denken, dan, omdat het je werk is, dat je dan maar kan doen wat je baas je zegt. Nou ja, gaan we kijken wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, mevrouw. Nou ja, oh, nou is het al. Nou ja, mensen zijn, ja, daar kunnen ze ook niks aan doen. Hè. Die zijn zo geconditioneerd. Die mensen die krijgen bepaalde informatie. Dat nemen ze dan toe als waarheid, vooral van NOS bijvoorbeeld. En daar halen die mensen ook hun informatie vandaan. Ja, dan weet je al dat het een grote mindfuck is. Dus eigenlijk kun je ze niet eens kwalijk nemen. Het beste wat je kan doen is liefde sturen. Wat ik zelf ook heel moeilijk vind, vooral door deze agenten. Maar bijvoorbeeld liefde sturen, zodat ze meer ruimte krijgen en, om ook hun bewustzijn te vergroten. Ja, nee, het probleem is dat ik gedemoniseerd word, ja, en dat jullie dat systeem als waarheid aannemen. Terwijl het absoluut niet op waarheid rust. En snap jij ook dat ik weet hoe dat jij naar het systeem kijkt en snap ook dat ik mijn eigen niet anders kan legitimeren als met deze naam en dat ik dat ook al bij de rechter heb ingebracht. Als jij deze naam geeft,
ga je alleen maar vragen creëren. Geef jij die andere naam op, is het voor ons duidelijk met die nee, te maken hebben. Nee, want dan krijg jij een vals beeld van mij. Ja, waardoor ik dus heel snel opgepakt kan worden. Terwijl ik die dingen die daar staan niet gedaan heb. Ja. Oké, dan kijk even als je, naar de wet al mag ik heel even dan, kijk even je stukken goed na wat het verschil is tussen legitimeren en identificeren. Dit is een legaal pasje om mij te legitimeren. Ik mag nu legaal handelen met jou. Ja, tenminste, als jij je eigen ook legitimeert, mogen wij legaal handelen. Ja? Maar ik identificeer me niet met een pasje, want ik ben niet zo'n pasje. Ik ben een mens en ik ben een heel lief mens. Dat hoor je mij ook niet zeggen dat het niet zo is. Ik wil altijd samenwerken, zodat we samen ook tot een mooiere wereld kunnen komen, zodat we allemaal in Gaia kunnen wonen. Heel goed. Dankjewel. En wens ik jullie een hele fijne dag. Zwaaien, nee, ik zwaaien. Ik heb een mooi stukje erop staan, ja, we zijn live. Dus ja, we zijn live. Vitali Feiten, hè? Heb je net een mooi kaartje van gehad? Ja. Ja, super. Hey, top man. Zo ben je, leuk gesprek gehad. Ja, en uiteindelijk heb ik mij dus enkel gelegitimeerd met Mark Ravel. Met mijn geldige legitimatiebewijs van ook bij de rechter. Wacht even. Ja? En heb ik mij dus vandaag voor de eerste keer bij de politie kunnen identificeren, legitimeren als Magda Wel. Waar ik dus heel erg blij mee ben, want juist op Prinsjesdag, want vandaag is het volgens mij ook precies 5 jaar geleden dat ik soeverein was geworden en dan al die kolder ben begonnen. En dan vind ik vandaag een beetje een kerstje op de taart. Dat ik vandaag mijn eigen voor de eerste keer officieel heb mogen legitimeren. En ik mag ook gewoon doorlopen. Ja, dus, met je Magda Wel pasje. Met mijn Magda Wel. Een andere identiteitsbewijs heb ik niet bij. Dus daar wil ik mij ook niet mee legitimeren. Maar uiteindelijk was Magda Wel voldoende. Dus yay! Zie je dat? Ik kan de muziek maken. Laat ze dat maar gaan doen. Kunnen ze in ieder geval geen schade berokkenen bij anderen. Nou, dit zijn de jongens die in opdracht andere mensen moeten ombrengen. En meestal onder het norm van veiligheid. Maar uiteraard is het ook gewoon klakkeloos orders opvolgen. Uiteindelijk voor banken en multinationals. Waarvoor hun dus moorden. En dat wordt hun dan meestal niet verteld. Dus ze worden in een illusie gehouden dat ze voor het vaderland vechten. Maar dat is natuurlijk onzin. En dan over mijn bezoek aan het Caribisch gedeelte van Nederland. Ja, als Willem-Alexander zelf geld moet verdienen met een kookhandel op dat eilandje van ze waar ze laatst zijn geweest met die orkaan. Ja, dan weet je het wel. Maar ja, geloof niks van wat ik zeg, doe zelf je onderzoek. En dan zou je erachter komen wat ik zeg, dat daar heel veel waarheid in zit. In 1940 had het Koninklijke Huis al een grote cocaïnefabriek. En dat hebben ze natuurlijk gesloten omdat het openbaar werd. En ja, nu zijn ze gewoon op Sint Maarten de hele kookhandel verder aan het doen. En dat gaat via containers naar Rotterdam en zo. En dat wordt niet gecontroleerd natuurlijk, omdat er een royal sticker op zit. Dus ja, zo krijg je de coke overal, hè. Maar ja, nogmaals, geloof niks van wat ik zeg. Doe zelf je onderzoek. Als de brand uitbreekt, dan gaan ze inderdaad naar Argentinië toe. Dan vluchten ze. In plaats van als laatste hier blijven om het volk, jouw volk dan toch te beschermen. Nee man, dat is een illusie man. Met deze in de Tweede Wereldoorlog vlucht het hele zootje al. Dus dat zijn gewoon feiten. Kijk, er komen nog meer van huurmoordenaars aan. Maar dat zijn het eigenlijk ook gewoon, hè? Huurmoordenaars. Ja, het klinkt heel hard, maar ja, het is wel de werkelijkheid. En het Koninklijke Huis bepaalt het daar nog niet eens, maar het zijn banken en multinationals. Nou, we zijn dus eindelijk aan de overkant. Ongelooflijk. En dan komen we zo hier en daar allemaal mooie mensen tegen. Hé, kerel man. Heel lang geleden. Ja, ben je weer aan het live? Dat is Joshi van zijn eigen munteenheid. De I-gulden, ja zeker. Dat bedoel ik. Die is vandaag zelfs door Sven even genoemd. Dus ik heb mijn dag kan niet meer stuk. Ja, kijk. Dus dan kun je ook op zijn website kijken. Hè. Als jurist kijk ik heel anders naar geld dan een econoom. Er is nog bijna nooit een jurist op de televisie geweest die uitlegt wat geld is. Geld is niets anders dan een vordering
aantoonder of een vordering op naam of een vordering aan order. Zij hebben in recordtijd een systeem gebouwd wat werkt en gaan in de komende weken gaan ze verder met het verder ontwikkelen van dat systeem. En het mooie is, jullie allemaal kunnen aangeven, ik ben dit aan het doen en het werkt niet. Oké, goed. Als er dus iets niet werkt, dan zijn zij in staat om dat aan te passen. Bennet, jongen, je dingetjes komen eruit. Ja? Dus bij deze. Ik doe mee. Nou, dankjewel. Ja. Al is die hele lezing geen ruk aan, het is sowieso leuk om elkaar te zien. Jij was niet bij de gijzeling. Nou, we werden bijna zelf gegijzeld hoor. Oh, dus, jij weer. Ja, nou, ik niet. Ja, ik heb me, ben jij die zelf, dan ga jij me naar achteren te zeggen. Ik zal je even een indicatie laten zien. Oh, kunnen we dat zien hier zo? Van de politiemacht. Kijk, om ons heen. Macht. Intimidatie, ja. Hè? Demoniseren, daar zijn ze goed in. Maar luisteren naar wat het volk te zeggen heeft, dat doen ze niet. Het was bijna 1-1. 1-1? Ja, ziek hè? Ja, dat is echt ziek man. Eerst kwam er een agent. Die vroeg aan mij van, nou, wat is hier gaande? En die zei van, ja, ik hou u verantwoordelijk. Ik zei, nou ja, u kunt mij moeilijk verantwoordelijk houden. En waarvoor? Ja, waarvoor? Hij nam al de term opruiing. Nam die in. Ik zei, nou ja, sorry, ik ben jurist. Ik ben gewoon met mensen in gesprek. En zijn boterhammen zaten erin. En er werd met heel erg veel vertoon van macht werd die doos meegenomen ineens. Jammer dat we dit stukje nou net gemist hebben. En dat zijn hele belangrijke mensen om onze veiligheid. Zijn even gewoon aan. Ja. Zouden jullie hem even uit willen zetten? Michel, wij gaan even verder kijken, want hij had er niet zo'n zin in. Ik weet niet wat het is. Een beetje triest eigenlijk al, zegt weer eigenlijk. Mijn belevenis weer een hoop over het manneke. Maar oké. Er waren een aantal mensen daar zakelijk aan het handelen. Daar bij die stropdassen, kijk daar. Ja. Daar hadden ze een hele groep mensen die waren daar aan het samenscholen. Ja. En dat gebeurde hier ook. Ja. Hier waren een aantal mensen die wilden graag zakelijk handelen met meneer Sven Hulleman. Ja. Aan kantoren van meneer Hulleman. Ja. En daar op dat terras waren ook een aantal mensen zakelijk aan het handelen. Ja, ja, ja. Er werd hier dus zakelijk gehandeld. Okay. En kennelijk mocht meneer Hulleman dat vandaag niet. Ja. En dat werd gezien als een manifestatie. Ja. En toen kwamen er 25 politieagenten en die hadden een cordon rond deze mensen gezet. En dat waren er ongeveer 25, dus 1-1. En daar had de gemeente Den Haag dus kennelijk geld voor uitgetrokken om het zakelijk handelen te stoppen. Ja. Want meneer Hulleman wilde dan graag ook nog een paar nieuwe guldens aanbieden aan de koning zelf. En dat mocht zeker niet gebeuren. Ik heb nog aan wat agenten gevraagd, weet u wat bent u nu precies aan het doen? En toen zei die agent, ja, weet ik niet. Nee, orders uitvoeren. Ja, ja, ze wisten niet wat ze aan het doen waren. Nee, dan had ik zoiets van, ja, dat is toch wel vreemd. Ja. Dat ze niet weten wat ze aan het doen zijn. Ja. Dit is een nieuw geldsysteem wat ze dus willen invoeren. En dat is natuurlijk het gevaar voor de euro dan. Want als iedereen dat gaat doen, dan gaat de euro weg. En de euro is van dit systeem waar we in leven. En dan stort het in. Dus dan ben je eigenlijk een terrorist. En vandaar dat er dus in mijn belevenis staan dat ze zoveel van die gehersenspoelde soldaten of politieagenten op afsturen. Die dus eigenlijk nog niet eens weten wat ze doen en klakkeloos orders opvolgen. En dus gewoon die mensen daar aanhouden en God mag weten wat allemaal voor vragen stellen en lastigvallen en ga zo maar door. En allemaal in de naam der koning. Ja, want die hebt de euro nog. Misschien heb Svennetje nog wat te vertellen. Ik ga hier even rustig over nadenken. Want hier ik zal er ook eens over nadenken. Laten we dat maar eens doen. Laten we dat maar eens doen. Ik krijg een bekeuring in ieder geval, dus daar ga ik. Oh, dat is leuk. Dus ze hebben wel een ingang gegeven. Ah, mooi. Dus ik vond dat niet heel erg. Maar goed, dat is een bestuursrechtelijke ingang. Ja, ik weet dan krijgen ze een klopje op hun schouder. Dat had u niet mogen doen en daar houdt het mee op. Het zou een strafrechtelijke kwestie kunnen zijn. Ja. Maar ik denk dat het een bestuurlijke boete is. Een boete is altijd een bestuurlijke boete. Ja. Hij wordt uitgedeeld door de vereniging. Ja. En het is een publiek recht voor de vereniging. Ja, helder. Ja. Ik zeg gewoon, negatieve aandacht is ook aandacht. Ik bedoel, als er een hele peloton van politieagenten
naar zo'n meeting komen, dan zien ze dat dus als een bedreiging. Dus er zit er iets goeds in. Ja, toch? Ja, het is allemaal wat. Samenscholing. Ja, dat vind ik ook wel terecht. Hè. Als samenscholing is, dat je daar een heel leger op af moet sturen van politieagenten. Maar dat moet je het ook bij allemaal doen. Dus ook bij die kroeg, ook bij die kroeg, ook daar, overal. Dus dat gebeurt niet. Dus dan kan je al zien dat het nep is. En dat het gestuurd is. En dat allemaal van uw belastingcenten. Verder nog wat? Ik weet het niet, man. Nou, de agent zei tegen mij, ik doe gewoon mijn werk. Ja. Dat doet deze Tweede Wereldoorlog ook. Dus ik zeg tegen die agent, een huurmoordenaar, dat was gewoon zijn werk. Maakt hem dat minder strafbaar? Ja, nou, helemaal goed. Had hij geen antwoord op? Nee. Helaas. Ja. Heeft hij een knuffel gegeven? Nee. Lastig, hè? Nee, er zat een pistool tussen en een pepperspray. Oh, ja, dat wordt lastig. Ja, dat wordt lastig. Ja. Kijk eens, we hebben onze grote vriend van Rio Change. En dan onze grote schat van Rio Change. Ja, top hè. Heb je de interviewtjes gezien van ze trouwens? Maria, lekker warm, doorvragen. Wij zijn net urenlang gijzeld tegen mijn vader. We zijn hier buiten en Maria de binnen. Stond hier een heel cordon. En daar konden we dan 2,5 uur hier stilstaan, want we waren aan het manifesteren. Ja. Nou, het enige wat hier gedaan werd, is dat Sven eigenlijk zijn boel een beetje netjes wilde houden binnen. Dus ik laat ik lekker die mensen buiten ontvangen. Maar alhoewel deze mensen daar, weet je, de ene belasting ontduiken naar de andere. Ja, maar kijk goed, hè, hun hebben allemaal stropdasjes om, hè. En dat is een andere elitevorm, hè. Ja, en die hebben dan voorrang, toch? Ja, ook duidelijk. Ja. Dus dat is eigenlijk de klassieke institutie waar we hier te maken mee hebben gehad. Tot op heden heb ik daar 2,5 uur gestaan en is mij nog steeds niet duidelijk waarom. Kom allemaal naar Den Haag, mensen. Dan gaan we hier, dan kan je manifesteren wie je de hele dag zoekt. Ja, het is een dagje uit, hè? Dat zei ik al. De meeting zelf is geen ruk aan, maar het is gezellig. Je komt allemaal bekenden tegen. Naar de groeten. Ja, de groeten. Nou, leuk jullie in ieder geval gezien te hebben. Zie je zo nog even. Altijd leuk. We gaan op 41 nu even naar binnen. En dan gaat Sven uitleggen wat we gaan doen. Gaan we wat doen? Ik denk het. Oh. Het is een doedag. Het is een doedag. Nou, zal ik maar gewoon dan aanhouden. Als we vandaag hebben aangemeld, dan hebben we net dat ja, ik zat lekker erbuiten. Ja? Ja, ik hoop dat jullie een beetje mee op de hoogte zijn. En dat jullie er wat aan iets aan hebben gehad. Busje komt zo, 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 busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo.